Bingo Town! Hey mensen, leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe Vraagje Vrijdag op Bingo Town! Vraagje Vrijdag! Ja, op dit moment is Ricky even de vraagjes aan het doen. Ik over mijn... Wacht even. Naast wie staan we? Dit is Internetbelg. Ja. Internetbelg. Link staat in de videobeschrijving. Misschien. Bekijk zijn kanaal, abonneer. Misschien. Of niet. Of oh my god. Ik ga verder met je leven en wees gelukkig. Maar kijk, hij is wel eerlijk. Zeg, als je abonneert op jou, dan word je ongelukkig. Ja. De meeste mensen zijn toch wel ongelukkig die op YouTube zitten video's te kijken, dus... Niks aan de hand. Eerste vraag. Hoe lang zal het duren voordat jullie Bingo Town weer opgeven? Goeie vraag. Mijn uithoudingsvermogen met dit soort dingen is vaak heel laag. Ja, laag. Het is een wonder dat we er nog zijn eigenlijk. Dat je dit kan zien momenteel, is een klein wonder. Het is dat we voor betaald krijgen, hè? Ja, veel. Als buitenstaander kook op een dikke 2 weken. Nog 2 weken? Ja. Nog 2 weken houden we het vol. Okay. Hier echt een goede vraag qua inhoud. Zouden jullie liever een aap zwanger maken of zwanger gemaakt worden door een aap? Een aap zwanger maken. Ja, dat zou je denken, maar als je zwanger wordt gemaakt door een aap, de media-aandacht die je dan krijgt. Man wordt zwanger, bevalt van apenkind. De wetenschap heeft interesse, denk ik hoor. Heb je ooit video's gezien van een bevalling? Dat gaat echt niet ploep, zeg maar. Nee, maar... Dat is wel echt gewoon... Nou, ik hoef dat niet. Ja, maar waar komt het dan ook uit, weet je wel? Huh? Ja. Als het maar uit mijn plasgaatje komt, uit mijn plasgaatje, oh. Volledig aap. Dat is best wel pijn, denk ik. Maar denk aan die media-aandacht. Ja, het is wel hype. Ik zou toch gaan voor lekker bezwangeren. Je hoeft ook geen alimentatie te betalen, het is een aap. Het is nog een project, je kan wel zeggen, dit is mijn apenkind. Ik kan met DNA bewijzen dat de baby van mij is. Is waar, is waar. Weet je wel? Ja, en dan kan je ook media aandacht opeisen. En hoef je met de vader. Ja. Ja, oké, okay. Kom je misschien wel te vangen deze met je aap. Wie zouden jullie het liefst uit Bingo Town willen? Thomas. Nee. Dat was zo zielig. Oh, je stuurde jezelf weg. Oh. Ik wilde je juist bij betrekken, jij stuurt jezelf weg. Wie zou jij uit Bingo Town willen? Ik. Oh. Ik ben het wel mee eens. Ik heb de vragen! Ja? Ik blijf gewoon. Oké, is goed. Nee, heel eerlijk, Jordi. Als je een van de andere Bingo Town leden mocht zijn, wie zou je dan zijn? Lastig. Ook Jordi. Ik denk Jordi, dan kan ik mezelf van kant maken. Scherp, scherp. Ja. Je verplaatst je Jordi's lichaam, dan maak je jezelf van kant. Dan gaat hij ook meteen naar Bingo Town. Ja. Wij hebben geen dode mensen bij het kanaal. Zeg maar. Het zou cool zijn als Jordi dood is, dat we hem opgezet hebben als pop en dat we gewoon in video's mee laten doen. Die altijd de slachtoffer is. Hij geeft toch altijd kut antwoorden, zoals dus we kunnen gewoon een bandje zetten, niemand heeft het door. Dat is wel handig eigenlijk. Hey Jordi. Hij staat daar. Ja, laat ik net op. Vraagje vrijdag. Iemand vraagt, hebben jullie schaamluizen? We kunnen ook gewoon vertalen, hebben jullie SOA's ooit gehad? Leuk. Heb je ooit SOA gehad? Waarom keek je weer naar de Belg? Weet niet, jullie zijn seksueel actief. Nee. Nee. Nee, ik ook niet. Ik heb ook nog nooit. In het SOA dat ik heb is dat mijn piemel echt gigantisch is. Oh. Dat is altijd al zo geweest. Oeh, snap. En echte vraagje vrijdag vraag. Mand of keukenrol? Wat is keukenrol? Is keukenrol ook een meme? Of keukenrol is een soort meme van Matty, de FIFA-YouTuber meneer. En die had dan iets van Ron Jans en die ging dan zijn boodschappenlijstje opnoemen. En hij zei keukenrol. Haha, fucking grappig! Dan zeggen mensen keukenrol en dan moet je lachen. En weet je, net zoals dat mand drie jaar geleden bestond en nu opeens mensen mand zeggen, dat heel grappig. Mand! Hij zei het. Ik snap het ook niet helemaal. Maar mand of keukenrol? Mand, dan neem ik aan. Nee, ik wil me bij deze distancieren van deze... Humor. Met deze humor. Keukenmand. 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 Oh. Strand. Strand. Jij mand of keukenmand? Mand. Ik ben ook wel mand dan toch. Als ik moest kiezen, pistool tegen mijn hoofd. Echt een mandman, hè? Ja. Wat vinden jullie van punk? Ik vind punk best wel genieten. Ja. Tijd. Wel genieten. Sommige punkbeentjes zijn minder. Zoals? Allemaal. Hij is even vertaald in gedachten. Nee, maar ik vind... NoFX vind ik wel goed. En die andere? Blink 182. Blink 182, een beetje punk. Ja, het is een beetje poppy punk. Poppy punky punky. Maar dat kan ik ook wel. Ja, kan je allemaal ik vind punk wel vink op zich oké. Okay. Iemand zei ook, gaan jullie vaker stagiaires aannemen? Oh, die hebben we al een keer behandeld in de vorige. Doe hem gewoon nog een keer. Gaan we nu wel? Vast wel ooit een keer. Als je je wil aanmelden, dan moeten mensen gaan naar www. Bingo Town.
Jammer, ik had wel een leuke grap gehoopt. Oké, wat wil je ons zeggen? Ik weet niet, iets grappigs. Oh, die hebben we niet. Oké. Meer vragen! Dat was het antwoord op de... Sexmarkt.nl. Sexmarkt.nl is goed. Nee, Bardo geeft Jordi gelijk.nl, hij bestaat. Ja, hij bestaat echt. Ja. Bardo kan nooit gelijk in de Minecraft-serie. Sindsdien is er een website. Wat is jullie minst favoriete Pokémon? Oeh, mijn is van de eerste 150 of? Mijn is er wel de feministe. Die mogen mij echt wel eruit. Op zich gelijkrecht is oké, okay, maar... Gelijkrecht is oké. Okay, maar... overdrijven. Ja, kan ik overdrijven. En daar is dan een Pokémon van. Nee, even eerlijk antwoord. Eerlijk antwoord. Welke Pokémon... Ik denk toch echt een Zubat. Die dingen... Op een gegeven moment heb je een Zubat. En dan ja, Zubat, wat doe je? Ik kan je doodmaken, maar ik heb toch geen experience. En ik heb je al gevangen. Wat doe je hier? Parasect. Is dat een beest? Ja, die kom je heel af en toe tegen in de Zubat grotjes. Parasect. Paras eigenlijk eerst. Die is gewoon nice. Oké, en Parasect en jij? Ik weet te weinig van Pokémon. Ik zeg ook maak Pikachu. Overhyped, ja. Kut, dik, geel ding. Wow! Wow, wat zeg jij? Pikachu is overhyped. Pikachu is niet overhyped. Pikachu is fucking awesome. Pikachu en dan moet je dat niet bedenken. Oh no! Wow! Ga weg, Jordi! Mag ik hierbij toevoegen? Ja. Jordi zei het achter de camera. Weet je wat zijn minst favoriete Pokémon is? Een Charizard. Ja. Nee, wat? Dit is echt... Nee, Jordi! Jij bestaat niet meer voor ons. Weg! Man. Charizard is gewoon een baas, jongen. Ja, vooral in de serie en zo. Fuck jou, Ash. Ket je in de fik. Nee, oké, okay, maar... doet zo achter de camera. Nou, ik ben helemaal gek, denk, jongens. De Pokémon die ik het kutste vind, is echt alles na die 150. Ja, alles na 151 dan. Alles na Mew is gewoon kut. Mag je je reet stoppen? Dat was hem, dankjewel. Oké, heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, misschien. Klik duimpje, klik. Klik op een duimpje omhoog. Klik hier beneden op abonneren. Het is helemaal gratis, word je automatisch op de hoogte gehouden als we een nieuwe video hebben. Stuur deze video door naar al je vrienden. En... Daar is de camera. Daar is de camera, man. Doe daar een shotje van. Hoezo? De camera, man. Beëindig de video maar, Robert. Pikachu's love, Pikachu's life.